We hebben namelijk voor de zomer een debat gehad over het klimaatakkoord en over Urgenda. En dat de Urgenda-doelstelling niet wordt gehaald. Dat blijkt ook nu weer. En toen hebben we met elkaar afgesproken, de regering moet dan in het najaar bij de begroting met nieuwe voorstellen komen. Die lees ik niet. Wat zijn de voorstellen van D66 om toch te komen dat we die Urgenda-uitspraak gaan halen? De heer Jetten. Ja, voorzitter, we hebben inderdaad voor de zomer dat historische klimaatakkoord afgesloten na onze historische klimaatwet die we met heel veel partijen door beide kamers hebben geloodst. En het aankomende jaar, of dit politieke jaar, is eigenlijk het jaar van uitvoering. Het kabinet zal wel heel veel wetsvoorstellen moeten doen en heel veel uitvoering moeten realiseren om die CO2-uitstoot daadwerkelijk naar beneden te krijgen. We hebben daarbij het doel gezet op 2030 en 2050. Maar terecht wijst de heer Klaver op een uitspraak van de rechter in het Urgenda-vonnis dat we ook op korte termijn die CO2-uitstoot al flink moeten terugdringen. En daar zal eind dit jaar ook nog een uitspraak van onze hoogste rechter op volgen. En ik heb zelf voor de zomer al vaker aangegeven dat ook de overheid zich aan uitspraken van de rechter moet houden. En ik ben heel blij met de suggestie van de mensen achter Urgenda. Die hebben zo'n 40 voorstellen gedaan om toch sneller dan het kabinet al heeft voorgesteld die CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. En de minister van Klimaat heeft ons ook toegezegd dat hij dit najaar met de reactie komt op al die 40 voorstellen. En wat mij betreft gaan we dan ook doen wat mogelijk is. De heer Klaver. Maar voorzitter, voor de zomer debatteerden we. Toen zeiden we, nee, het moet bij Prinsjesdag moeten we dit gaan regelen, want er zullen ook extra maatregelen voor nodig zijn. Ik hoor het al sinds 2018. Iedere keer wordt er nee, even wachten op het klimaatakkoord. Dan is het klimaatakkoord, dan wordt er gezegd, nou, laten we nog heel even wachten op de allernieuwste cijfers van het planbureau. Dan zijn de nieuwste cijfers van het planbureau. Dan wordt er, weet je wat, we wachten even tot Prinsjesdag. En nu hoor ik, nou, we zijn er bijna. Het is bijna 2020, nog 74 dagen. Dus ergens in oktober, november gaan we horen wat het kabinet dan extra maatregelen neemt. Voorzitter, wat zijn de keuzes die de D66-fractie wil maken? U doet het op het gebied van de intensieve veeteelt en wat we met stikstof kunnen doen. U heeft dat met het voltooid leven. Ik vraag, wat wilt u nou om die Urgenda-uitspraak te halen? We hebben nog 74 dagen voordat het 2020 is. En op deze manier en het vooruitschuiven komen we er niet. Wat wilt u? Nou, voorzitter, we hebben tot 31 december 2020 om dat doel te halen. Dat is overigens ook geen hele lange termijn, hoor. Dus dat deel ik met de heer Klaver. Kijk, wat mij betreft combineren we ook het een en ander. Dat klimaatakkoord is super ambitieus voor een halvering van die CO2-uitstoot. Daar kun je kijken welke maatregelen uit het klimaatakkoord je naar voren kan halen. Die stikstofcrisis dwingt ons de komende maanden ook tot moeilijke keuzes die ook zullen bijdragen aan het halen van het Urgenda-vonnis. En we moeten niet doen alsof er helemaal niks is gebeurd, want het kabinet heeft begin dit jaar voor zo'n 500 miljoen aan maatregelen aangekondigd in het kader van de agenda, waaronder versnelde sluiting van kolencentrales. Hele verstandige maatregelen wat mij betreft. Voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Het is toch een beetje de vraag, zullen we vanavond wat gaan eten? Je blijft met elkaar filosoferen over wat dat allemaal zou kunnen zijn. Pasta, pannenkoeken, frietjes, wat je ook lekker vindt. Het gaat over het maken van een keuze. En er is een keiharde deadline. U heeft gelijk, eind 2020, daar gaat het om. Maar dat is nog maar minder dan, dat is iets meer dan een jaar. En dan moet je niet nu zeggen, wat zijn alle opties waar we uit kunnen kiezen? Daar gaat het erom dat we daarin een keuze maken. En ik weet het wel, het halveren van de landbouw zou een hele belangrijke bijdrage leveren. Het sluiten van extra kolencentrales, dat zou een belangrijke bijdrage leveren. Wat wilt u, meneer Jetten? Niet wat er kan, wat wilt u? Nou, voorzitter, dat heb ik al heel vaak gezegd in debatten met de heer Klaver. Al die punten die jij noemt zijn voor mij bespreekbaar. Wij hebben aan het kabinet gevraagd om daar met een voorstel voor te komen. Goed, dan tot slot. Tot slot. Ja. Tot slot. Ja. We rollen de bal gewoon weer vooruit, want het is nog 74 dagen tot 2020. Dus we hebben alle tijd. Wanneer is dan de deadline die het kabinet dit keer heeft om dan ook echt met concrete voorstellen te komen voor de agenda-uitspraak? Ja, voorzitter, ik weet niet welke datum de minister de vorige keer aan ons heeft toegezegd, maar wij hebben dit debat in juli met elkaar gevoerd en toen heeft Erik Wiebes, de minister van Klimaat, toegezegd, ik ga op die 40 punten van de agenda een inhoudelijke reactie geven en dan kunnen wij als Kamer kiezen wat nodig is om dat agenda te halen. Voorzitter, dan ga ik naar mevrouw Tiener.